Rudy's Lighting. Anywhere, any event. Rudy's Lighting. De specialist in het aankleden en verlichten van elk evenement. We zijn er voor het opzetten van diverse tenten in verschillende modellen en formaten, lichttowels voor terreinverlichting, generatoren van divers vermogen en ook voor drang- en bouwhekken. Rudy's Lighting levert ook kunststofvloeren en vloerbedekking, rode lopers, cabines voor expo's en beurzen. Rudy's is ook het adres voor trustwerken waarmee je alle modellen raamwerken kan bouwen. Rudy's levert voor uw feest ook mooie potpalmen, vlaggenmasten, zowel indoor als outdoor. Rudy's Lighting, ook kampioen in tuinverlichting, sfeer, podium, stadion, maro's en bruidstoelen. Rudy's Lighting vindt u aan de Indiralaan 17 uitvlucht, telefoon 533-206 of 881-9159. Rudy's, anywhere, any event, sinds 1998. Krijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Achter het Nieuws. U en ik, de consument, daar wordt een heel uur aan besteed in deze aflevering. We praten aan de grote tafel met Bobby Durga en onze gasten over het nieuwe ministeriële besluit over etikettering dat over enkele maanden in werking treedt, in de maand augustus om precies te zijn. En daar praten we met onze gasten over de invloed die het zal hebben. Daar zullen we achter komen voor u, de consument, voor de gezondheid en natuurlijk voor de handel. En lezen is het punt dat Avra Eckert vanavond maakt met haar gasten in het eerste bedrijf van deze aflevering van Achter het Nieuws. Avra praat met twee kopstukken van het Kinderboekenfestival en de schrijversgroep 77. Welkom, dit is Achter het Nieuws. Van mijn kant een van harte goedenavond. Voorlezen wakkert de literaire ontwikkeling aan en laat kinderen kennis maken met de rijkdom van geschreven taal. Maar lezen Surinaamse kinderen voldoende? Vanavond praten we hier aan tafel met Ismene Krisnadat. Zij is voorzitter van de schrijversgroep 77 en Marjorie Stakel. Zij is coördinator leesbevordering van Stichting Projecten. Goedenavond, dames. Goedenavond. Goedenavond, jullie hebben het heel druk met het Kinderboekenfestival. Dat klopt, ontzettend druk. Vandaag was de tweede dag en we hebben nog 4 dagen te gaan.
Stichting Projecten beijvert zich al een geruime tijd om het kinderen te stimuleren om meer te lezen. Jullie hebben het Kinderboekenfestival, dat is landelijk. Jullie hebben ook voorleeskampioenschappen en jullie stimuleren ook Surinaamse kinderboekenschrijvers. Waarom vond Projecten het nodig om zoveel aandacht te besteden aan lezen? Nou, de Stichting Projecten is gestart ongeveer 20 jaar terug met eigenlijk renovatieprojecten, fysieke werkzaamheden aan onderwijsgebouwen en scholen. En naarmate ze dat deden, hebben ze ontdekt eigenlijk dat je heel veel kan doen om de school mooi te krijgen. Maar als je inhoudelijk niet investeert, dan heb je een mooi gebouw, maar een programma en misschien ook wel leerlingen die niet het beste krijgen van wat ze zouden moeten krijgen. In gesprekken en op onderzoek hebben ze dus ontdekt dat het eigenlijk allemaal gaat om lezen. Want als je niet goed kan lezen, kan je de overige schoolvakken niet goed volgen. En daar is het dus mee begonnen. Ze hebben eigenlijk een visie ontwikkeld toen dat als je begint met het leren leuk maken en met name het lezen interessant en leuk maken, dat kinderen wel zouden willen lezen. En die visie is dus inmiddels uitgegroeid naar wat we nu hebben, het Kinderboekenfestival. Dus de invloed van lezen is eigenlijk niet te onderschatten? Nee, is absoluut niet te onderschatten. Het draagt uiteindelijk bij aan, eigenlijk aan je welzijn als mens. Het ziet er eigenlijk heel simpel uit. Je gaat naar school en je leert lezen. Maar het lezen is zo onmisbaar in de maatschappij. Het heeft zoveel functies dat je eigenlijk niet ver kan komen als je niet kan lezen. En ja, als je kan lezen, dan kan je zelf dus ontwikkelen en werkelijk werken aan je eigen welzijn en welzijn van de samenleving. Het is eigenlijk begonnen bij het constateren van een gebrek. Tenminste, dat er niet genoeg gelezen werd. Sommige scholen hebben tegenwoordig leesmoeders. Er wordt extra tijd besteed aan lezen. Wat zegt dat jou? Zeg dat we goed op weg zijn. Dat mensen de boodschap hebben begrepen dat we veel meer moeten investeren, veel meer aandacht moeten besteden aan lezen, voorlezen en dat we alle partijen erbij moeten betrekken. Dus we zijn wel goed op weg. Mevrouw Krisnerat, als alle onze jongeren straks heel veel gaan lezen, nog meer dan ze nu al lezen, hebben we ook genoeg schrijvers om boeken te produceren voor deze kinderen? Ja, ik denk het zeker wel. Maar ik moet zeggen, ik was er vanaf het begin bij dat de stichting projecten begon. En ik heb de groei gezien en ook gemerkt dat er veel meer gelezen wordt. Maar het is nog lang niet genoeg. Wij als schrijversgroep, ik geef trouwens 2 vakken op de masteropleiding Nederlands van de Anton de Kom Universiteit, namelijk Surinaamse jeugdliteratuur en het Surinaams literair bedrijf. Ik laat de studenten vaak een onderzoek doen op hun scholen om te kijken. Het zijn wel mensen die op secundair niveau lesgeven. Dan laat ik zo'n onderzoek doen om te kijken van hoe lezen die kinderen, hoe komt het. En een van die dingen die opvalt is dat als je de vraag stelt wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met een boek, dan is vaak het antwoord op school. En ook als je hoort van waar haal je je boeken vandaan, dan is vaak het antwoord: ik leen de boeken uit de schoolbibliotheek. Nou, ik denk dat daar wat aan gedaan moet worden. Wij als schrijversgroep hebben op 21 oktober van het vorig jaar hebben we een voorstel ingediend bij het ministerie van Onderwijs dat alle scholen een klein budget krijgen om jaarlijks boeken te kopen die in Suriname door Surinaamse schrijvers worden gepubliceerd. Dat moet een vast onderdeel zijn op de begroting van het ministerie van Onderwijs. Ik las onlangs nog op de website van het ministerie van Onderwijs dat het ministerie de grootste financierder is van onderwijs. En ik denk dat ze van dat geld wat ze uitgeven best kunnen allokeren een bepaalde post voor aanschaf van boeken voor de bibliotheken op scholen. Surinaamse boeken. Absoluut, want als je nu nog naar de bibliotheken gaat, dan zie je heel veel boeken
die uit het buitenland komen en weinig Surinaamse boeken. Die staan eigenlijk ver van de belevingswereld van onze kinderen. Nou, ik denk dat die buitenlandse boeken best wel leuk zijn. Maar ik denk dat je ook moet stimuleren dat de kinderen een heleboel leren over wat om ze heen is. Want dat is de grond, de basis waarop ze staan. En ik denk gewoon dat je de industrie, de boekenindustrie, de grafische industrie, binnen het economisch plaatje van Suriname moet zien. En dat moet gaan stimuleren. Mm. En ook niet alleen die grafische industrie, maar als Surinamers boeken schrijven, betekent het dat ze bezig zijn met de intellectuele vaardigheid. Dus je bent bezig eigenlijk jouw intellectueel goed erfgoed als Suriname te ontwikkelen. Ja. En zoals u heeft aangegeven, eigenlijk heb jij het gezegd, jullie zijn op school bezig, u heeft aangegeven, onderzoek heeft uitgewezen, voor de eerste keer dat ze met een boek in aanraking zijn gekomen, is het op school geweest. Er wordt al heel veel gedaan op de scholen. Hoe gaan we dan de ouders bereiken? Want daar moet het eigenlijk beginnen. Want op welke leeftijd begin je met lezen met je kind? Als het kind een jaar oud is, kan je dan al voorlezen? Eigenlijk begin je wanneer het kind in de buik is. Het begint bij jezelf. Altijd begint het bij jezelf. En dat dus sluit het helemaal aan bij wat Ismene zei over Surinaamse boeken. Je begint bij jezelf. En zo ook als ouder. Je kan niet wachten tot het kind naar school gaat en zelf een boek kan pakken. Jij als ouder moet zelf al een attitude hebben van ik vind lezen belangrijk, ik vind boeken belangrijk, ze hebben een plek bij mij thuis. En dan begin je eigenlijk vanaf je in de planning bent van ik ben bezig met het gezin. Vanaf dat kind in de buik zit begin jij voor te lezen of wordt er aan jou voorgelezen. Zodat dat al wordt meegenomen terwijl dat kind groeit. Want dat kind is aan het groeien en dat moet vanaf dat moment worden meegenomen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met lezen. Ja, het moet helemaal aan de basis liggen. Ja. En daar is de basis. Is, vandaag was de Nationale Voorleesdag in Suriname. Er is heel veel gelezen vandaag. Mediawerkers overal in Suriname hebben voorgelezen, ook bij de STVS. We zijn dus vandaag niet op pad geweest om te lezen, om mensen te interviewen, maar we hebben dat hier in huis gedaan. Kijkt u naar de volgende reportage. Zo heet deze vis, is eendvis. En dit is de regenboog. Ik wist dat je zou komen. Als je iedere vis een van je schitterende schubben geeft, is je eenzaamheid voorbij. Maria en Martha hebben een briefje gestuurd voor Jezus om te vertellen. Lazarus is erg ziek. Weet je nog, die broer van Maria en Martha? Voorlezen voor kinderen betekent heel veel. Reden waarom ze raken gewend met de taal, de Nederlandse taal. Ze kunnen zich ook beter uiten. En ze vinden het heel erg leuk om dat er voorgelezen wordt voor ze. Als ik ook een beetje kijk, van ze leven zich ook vaak genoeg in een verhaal dat gelezen wordt voor ze. En dan op school merk je ook hun spontaniteit. Wanneer een verhaal zou voorlezen of wanneer vragen zou stellen, dan merk je dat ook gelijk hun respons. Voor het voorlezen, of als het voorgelezen wordt voor ze. Nou, als we kijken naar u zeg, u merkt ook op school dat er wat positiviteit mee gepaard gaat. Waar gaat het specifiek beter met de leerlingen als voor hen wordt voorgelezen? Bij Nederlands heb je dat. En ook bij rekenen hoor. Eigenlijk, het heeft meer te maken met de taal. Dus eigenlijk alles wat met taal te maken heeft, kunnen ze zich dan ook beter uiten. Hoeveel is hier? Oké, even pas houden. Nee, als je opzaak kunt geven. Even zitten, maar kijken. Hoeveel is hier? Wat zouden ouders of wat zouden ouderen kunnen doen om ook een bijdrage te leveren? Wat de ouders kunnen doen thuis, kunnen ze ook uit verhaalboeken voorlezen voor hun kinderen. Voordat ze naar bed gaan, kunnen ze een verhaal voorlezen voor hun kind. Gaat het wel in Suriname als we praten over voorlezen? Nou, de laatste jaren wel. Kun je leren uit dit verhaal? Als je iets hebt, altijd delen met een ander. Hoe vond je voorlezen? Leuk. Wat vond je zo leuk ervan? Om
bladzijde 1 te lezen. Wat? Zijde 1 te lezen. Bladzijde 1 te lezen vond je leuk? Ja. Wordt er thuis voor je voorgelezen? Soms. Vertel ons wat je hebt geleerd vandaag bij het voorlezen. Over kleine beer en over grote beer. En hoe vond je het? Jee. Wordt er thuis voor jou ook voorgelezen? Nee. Wat heb je van het verhaal geleerd? Als je deelt, gaat iedereen met jou willen bemoeien. En wanneer je hinderlijk doet en die persoon is jarig waarmee je hinderlijk doet, dan ga je daar gaan, dan ga je zeggen, nee, maar kies me. Maar dan gaat die persoon niet willen. Want je doet hinderlijk met die persoon. Wordt er thuis voor jou gelezen? Ja, maar dat lees voor me. Vaak. S'avonds lezen voor me. Ik heb zo lang gespaard. Ik heb 10, maar nu heb ik ineens 9. Door te lezen verrijk je zodanig jouw kennis. Je verbreedt dat ontzettend. En je moet altijd beginnen bij klein. Want als je ouder wordt, dan heb je bijna geen zin meer om te lezen. Dan ben je lui. Dan ben je lui. En dan zie je een dik boek en dan lees je niet. Maar dan weet je ook heel erg weinig. Dus ik denk dat het meer dan nodig is dat wij als staatszender, waar we een opvoedende taak hebben. We zijn er voor informatie, we zijn er voor educatie, maar we moeten ook opvoeden. Dat het meer dan belangrijk is dat op zo'n dag hier echt wel extra aandacht aan wordt besteed. Ik denk dat mijn collega's vandaag een hele leuke dag hebben gehad met hun jonge bezoekers. Marjorie zegt net dat lezen niet alleen maar leuk is, het is ook leerrijk. Is er een verband tussen lezen en je algemene ontwikkeling? Eigenlijk is dat het meest vanzelfsprekende. Iedereen die je vraagt waarom lees je, ja, ik lees omdat ik meer wil weten. Ja, als je meer weet, dan gaat je algemene ontwikkeling daar ook op vooruit. Maar ik denk waar we te weinig bij stilstaan is dat lezen niet alleen met de taalontwikkeling te maken heeft, maar er zit ook een sociale, emotionele ontwikkeling aan. En dat is belangrijk dat men daar meer bij blijft stilstaan. Want eigenlijk als we kijken naar wat er in een boek afspeelt, dan gaat het om een bijzondere beleving, een kennismaking met de figuren in het verhaal. En als de figuren verdriet of blijdschap ervaren, dan ervaar je dat als lezer ook. En doordat je leest en jezelf in een verhaal terug kan plaatsen, gaat die emotionele ontwikkeling daarop ook vooruit. Hoe vaker kinderen lezen en daarmee in contact komen, hoe beter ze dan met emoties kunnen omgaan. Mm-hmm. En ja, ook in communicatie, ook in de sociale ontwikkeling. Ik leer meer woorden, ik kan beter vertellen hoe ik me voel en wat ik van je verwacht. En dus die sociaal-emotionele ontwikkeling is heel belangrijk. De taalontwikkeling, meer weten, meer kennis. Dat gebeurt eigenlijk al heel vaak. Daar wordt de nadruk heel erg goed op gelegd op school. En mevrouw Krisnadat, lezen en schrijven, die gaan echt hand in hand, hè? Ja, als je wil schrijven, dan moet je werkelijk een heleboel lezen. En ik denk als je veel leest, dan krijg je ook meer feeling voor taal. Je krijgt ook veel meer gevoel. Ik had het laatst met iemand erover die al behoorlijk in de 20 is en die nog steeds moeite heeft met DT's en dat soort dingen. En dan is het een kwestie van regeltjes leren. Maar eigenlijk moet je die regeltjes geautomatiseerd hebben. En dat neemt tijd in beslag. En als je veel leest, dan wordt dat een automatisme. En dan ben je niet meer zo afhankelijk van het regeltje toepassen. Ik hoor mensen vaak zeggen, Surinamers houden niet van lezen, we hebben geen leescultuur. Maar als ik het zo hoor, over 10, 20 jaar, gaan we dat niet meer zeggen. Nou, ik denk dat we aardig goed op weg zijn. Als het 10 of 20 jaar duurt, het hangt van de samenleving af. Want je hebt iedereen erbij nodig. Je hebt ouders, verzorgers, leerkrachten, maar je hebt ook beleidsmakers nodig. En als iedereen zich daar bewust van is en iedereen echt meedoet om het lezen werkelijk te bevorderen, dan komen we er wel heel gauw.
Maar als die bewustwording nog op gang moet worden gebracht, dan hebben we nog een eind te gaan. Ik hoop dat het sneller gaat dan we verwachten. Dat alle kinderen heel hard flink gaan lezen en dat de ouders dat ook gaan stimuleren, want daar begint het eigenlijk bij, hè? Bij de ouders. Ja. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Kijkers, u kunt nog steeds sms'en naar 878-0020. U kunt sms'en, u kunt ook appen naar 878-0020 als u een vraag heeft voor een van de gasten bij mij aan tafel of bij Steven en Bobby straks aan tafel. We gaan nu naar Steven en Bobby. Bobby, de week is al goed op gang gekomen. Wat heeft tussen donderdag en nu voor jou wat heeft het voor jou gedaan in het nieuws? Nou, gelijk vrijdag, die aankondiging van die zware politieacties. De rovers, die hadden verlof. Ik zag wel enorm veel politie op straat. Ook controles op de weg. Maar toch zagen we wel een verkeersslachtoffer, dus dat is toch wel om even mee te nemen. En hoe het ook nog gebeurde, ja, dat kan ook niet. We zagen ook nog de situatie bij RGD. Ja, ik hoor dat ze vandaag nog vanaf vandaag in overleg zijn. PCS, daar hebben we ook gezien dat er acties dreigen te komen, ook Esther Stichting Steven. En minister Parmissa die heeft ook nog wat moois aangekondigd. Hij gaat morgen met de pers naar weg naar zee. Heeft eerst een teach-in op zijn kantoor, heel speciaal voor de pers. En dat gaat allemaal om de dam die hij eigenlijk wil op weg naar zee. Want hij zegt het ook van, komt er geen dam, dan ligt het water over 2 jaar helemaal op quota. Benieuwd wat er daar allemaal van gezegd gaat worden, want hij wil de pers zodanig gaan overtuigen, weet je, dat er een dam moet komen. En Parmissa heeft dat op zich genomen, hij gaat morgen dus een teach-in houden. En we hebben ook nog DNA, hè, Steven, vanaf gisteren. Ja, precies. Het lijkt erop alsof het koornspook eindelijk verdreven is. Als het goed is, moet het koornspook niet boven het gebouw van het parlement ronddolen. Maar ja, het heeft wat overleg gekost, een paar uurtjes, en de zaak was gepiept. En onze reporter Sherman Homewood is erin geslaagd om enkel van de fractieleiders nog kort te spreken na dat spannende overleg van maandag. Nou, het was een goed overleg, een rustig en wijs overleg, waarbij we met elkaar hebben afgesproken dat we, hoe de werkwijze zal zijn. Vier dagen per week gaan we weer vergaderen, dat is de bedoeling. Nou, ik ga ervan uit, als ik de fractieleiders hoor, dat ze allemaal wel goede wil tonen om er tegenaan te gaan. Ik heb het duidelijk gemaakt, kijk, als het aan het partij hoor ligt, dan is het altijd quorum. Ja. Wanneer wij geen quorum geven, dan zeggen we duidelijk. Wanneer wij willen geen quorum geven, op grond van die reden. En als men nog twijfelt aan de onschuld van partij de Hoor, wat quorum kwijt betreft, laat ze dan de namen noemen, wie aanwezig zijn en wie niet aanwezig zijn. We hebben geen probleem, wij zijn hier. Als u vergadering begint, komen we binnen. Ja. Toch? Dat is geen probleem. En daar is veel werk te doen. Dat is dus afgesproken dat wij... dat we onze schouders zetten en waar wij die gelegenheid krijgen, zullen wij dat doen als Nieuw Front fractie. We hebben een brief geschreven dat we niet mee gaan doen met de dialoog, omdat we vinden dat die brief duidelijk links legt met die nietige amnestiewet. En daar kunnen we niet aan meewerken, met goed fatsoen. Dus ik heb dat duidelijk gemaakt. Nou, in ieder geval, ik weet dat... wanneer de zaken goed worden aangepakt. Vandaag zie je, het is wel vergaderd. Ik was er ook niet, maar het is toch vergaderd. 4 mensen waren present. Ik denk dat in de toekomst, morgen hebben we weer vergadering, dan zie ik wanneer dat zo doorgaat dat meneer Panka zijn mensen optrommelt. Een combinatie trommelt zijn mensen op. En PL trommelt zijn mensen op. Dan vergaderen wij normaal. Want ik zie zelf dat ik heb Panka ook gezegd dat meneer Panka, je moet die foto ook bij jezelf zoeken, want zoveel mensen van de NDP die komen niet. Het zijn mensen die nooit verschenen. Dus je moet eerst kijken, laat ABOP zijn mensen optrommelen en zorg ervoor dat ze aanwezig zijn. NDP zorgt dat zijn mensen aanwezig is.
NPL. Dat is het ook het probleem opgelost. Zo goed als opgelost dus het probleem van het quorumspook in de Nationale Assemblee. Vind ik trouwens een heel grappige uitdrukking in de politiek. We hadden al eerder moeten komen met DNA-updates, maar u weet het, de DNA heeft een maand lang stilgelegen. Dus u zult wel vaker van deze verslaggeving krijgen vanuit het hoogste college van staat. Trouwens, de politici, de politieke leiders, die hebben handig gebruik gemaakt van die maand. Hè, want er is over het hele land gerallied, er waren campagnes hier en daar. En Ronnie Brunswijk heeft ook het nieuws gehaald als zeg maar de Sinterklaas, het strooien met geld in broek op. Maar daar had hij toch wel een andere mening over, als we even kunnen gaan kijken naar zijn mening. Wanneer daar gaat, weet je hoeveel mensen je helpt die op die dag geen zakrijs zou kunnen kopen? Mensen die zelf geen brood zou kunnen kopen. Dus ik doe het graag, want je ziet het. Kijk, als iemand het niet doet, dan gaat hij toch niet in de rij komen staan. Als je zegt van, ik wil het niet, ik keur het af, dan kom je niet in de rij staan. Maar zolang je ziet dat mensen komen staan, zijn gewoon het potie volk die het nodig hebt, dan komt ik staan. Nee, het gaat niet over zetel. Ik weet dat ik de almachtige zie dat je ook de arme volk helpt met wat. Als ik bijvoorbeeld zeg maar 50 mensen die dat blij kunnen maken met 50-50 SRD. Als andere mensen meer geluk geven, heb je dan 200 SRD. Als ik 50 mensen 50 SRD geef, hoeveel geld is dat? Is niet zo, hoeveel miljoen denkt men dat ik daar zit te verdelen. Maar als ik 50 mensen in die zaal bijvoorbeeld 50 SRD geef, is 2500. Dus ik kan het nog net missen. Dus dat doe ik. Ik heb duidelijk gezegd dat wanneer ik in de gelegenheid ben om die hengel te geven aan die potje, dan ga ik dat doen. Maar ik zit niet in de positie. Niet in de positie om de hengel over te geven, maar wel in de positie om mensen blij te maken. Hij heeft er zelf ook heel plezier in, heel veel plezier in. En hij zegt ook van, we doen het, we maken er mensen bij. En die 2.500 van Broek op Pondo, dat kon hij nog net missen. Over het nog net missen gaan we de komende minuten uitvoerig praten. Want dat is precies de vraag die wij onszelf stellen wanneer we in de winkel zijn. We praten over de nieuwe richting die het opgaat met etikettering. Er is een ministeriële beschikking geslagen en die gaat over een paar maanden in werking. Eigenlijk in augustus, over 6 maanden sinds aankondiging. En daarover praten we de komende minuten hier aan de grote tafel met 3 kopstukken in het geheel. De eerste persoon zit hier aan mijn rechterhand. Meneer Albert Alijnen, u wel bekend, de stem van de Surinaamse Consumentenkring. Aan zijn kant van de tafel zit ook Danielle Sumter, het hoofd van de afdeling Consumentenzaak van het ministerie van Handel en Industrie. Die heeft heel wat informatie met u te delen vanavond. En de man die ervoor moet zorgen dat alles straks oké is, dat wij als consumenten natuurlijk het beste van het beste in handen krijgen. De directeur van het Surinaam Standaardenbureau, Remy Kroude. En Bobby Durga, je mag de eerste vraag afvuren. Nou, als we het eenmaal hebben over consumenten in Suriname, dan vraag ik mezelf ook af, hè, is de consument wel voldoende beschermd, meneer Alijnen? Tot op dit moment zien we dat niet het geval is. Er wordt hard natuurlijk gewerkt aan de wetgeving, daar zal Danielle misschien straks wat meer over vertellen. Standaarden zijn de basis voor de bescherming van consument. We hebben nog niet zoveel standaarden en vooral niet geen nationale standaarden. Dat is een van de zaken waar ook bijzonder hard aan gewerkt zal moeten worden. Willen we de Surinaamse consument goed beschermen, dan denk ik dat deze zaken goed in place moeten komen. Zegt u dat de Surinaamse consument kritisch genoeg is? Nee en ja. Waarom zeg ik dat? We hebben gemerkt dat het groeit. En dat is bijzonder prettig. Om te merken dat de consument assertiever wordt. En dat de mensen dus nu ook hun mening geven als iets niet goed is. Als ik bijvoorbeeld vanmorgen word ik gebeld en gevraagd van ja, wat is er schaarste aan gascilinders? Ja, terwijl er een kleine oponthoud was bij Oegane. En je ziet het, de mensen die aarzelen niet meer om te bellen, om te vragen van wat is er.
Dus wij hebben gelijk contact gemaakt met Oegane en we kregen van de heer Gessel te horen van die. Er is wel inderdaad een kleine oponthoud geweest. Vandaar dat de levering van gisteren niet heeft plaatsgehad. Maar wat doen jullie op zo'n moment, als jullie bijvoorbeeld hebben gebeld, komen jullie ermee uit in de media bijvoorbeeld, dat jullie de mensen gaan oproepen? Nee, niet altijd. Nee. Kijk, dit zeg ik toevallig, omdat je gaat bellen met desbetreffend bedrijf of organisatie waar het dus om gaat. En je gaat afstemmen om te kijken, is het waar, is het niet waar? Mm. Want niet alles soms wat gezegd wordt. Soms gebeurt het ook wordt, met benzine, hè? Ja, ja. Mm. Maar niet alles wat gezegd wordt, is waar. Toch? En bijvoorbeeld dat vanmorgen blijkt dat er een communicatieprobleem is geweest. Toch? De meneer heeft dus die wagen zien uitrijden, maar klaarblijkelijk had hij geen volle gascilinders. Mm. Hij dacht dat het volle gascilinders waren en dat het niet aan hem verkocht wilde worden. Weet je, dus wij gaan dus eerst afstemmen om te kijken van hoe zit het en dan gaan we daarop reageren. Maar we zijn dus ook in staat om wanneer dat juridisch aangevochten moet worden, dat juridisch te doen, omdat we ook een eigen advocaat hebben. Ja, ja. Weet je, dus daar niet van. Okay. Nou goed, heel belangrijk als je feedback krijgt van de consumenten, het is nooit te veel, is de consumentenkring makkelijk te bereiken? Ja, we zijn heel makkelijk te bereiken. We zijn aan de Koestraat nummer 5 en ons telefoonnummer is 499-122. We zijn open maandag tot vrijdag van 9 tot 1, soms tot 2 en voor de rest op afspraak. Maar hoe is de aanloop en hebben jullie al veel mensen die door de dag heen bij jullie binnenstappen met een klacht? Jawel, er komen wel mensen. Nou, nu is het iets minder dan toen we in Kersten zaten. In Kersten zaten we centraal. Ja. Hier is de Koestraat is een beetje verder afgelegen, waardoor je dus ja, moeilijker bereikbaar bent. Maar wat zijn de voornaamste klachten die jullie kregen? Dat is van alle. Prijs. Tegenwoordig gaat het meer om kwaliteit. En service. Toch? Kijk, bijvoorbeeld dat van de gascilinders, dan praat men over de service. Welke service wordt gegeven? Weet je, de prijs, maar simpele dingen. Maar vaak genoeg let men dus meer nu, de laatste tijd merk ik, op de kwaliteit. En de mensen zijn dus bewuster geworden van wat dat stukje betreft. Wij hebben ook gemerkt dat bijvoorbeeld die kwestie van nepproducten een bijzondere plaats heeft ingenomen in onze handel. Wat noemt u nepproducten? Wel, we hebben dus zaken zoals bijvoorbeeld nep Nike schimpjes, tassen, dat soort zaken, nep zonnebrillen, weet je, dat zijn allemaal zaken die gebruikt en misbruikt worden. Als ik bijvoorbeeld een van de klachten mag doorgeven, bijvoorbeeld een Dior-bril. Een Dior-bril is iets dat tussen de $200 en $300-$400 kost. Ja. En dan zie je dat het hier voor 150 SRD verkocht wordt. En dan moet toch wel een lichtje gaan branden. Maar hoe gaan jullie dat controleren? Dat is vrij moeilijk hoor. Kijk, een van de meneer Grouwen, een heel belangrijk punt wat meneer Alleyne hier aanhaalt. Ja. Hoe gevaarlijk is het om nepspullen te kopen? Want ik bedoel, brillen moeten toch ook wel goed voor de gezondheid zijn? Kijk, het is een kwestie van als een producent een merkproduct fabriceert, dan gaat hij die beschermen. Ja? Maar er zijn toch een paar, slinke gasten die het namaken. Ja, en in principe gaat het eigenlijk om het gebruik van de naam van het product. Ja, en hij probeert dan te voorkomen dat zijn product wordt nagemaakt. Vandaar dat hij vaak genoeg ook patent opmaakt. Ja, hij registreert zijn handelsmerk. En
Er zijn methodes waarbij je kunt gaan detecteren of identificeren of het daadwerkelijk van de werkelijke fabrikant is of niet. Maar is het onbegonnen werk als we zien dat de Surinaamse markt overspoeld wordt met net producten? Want ik bedoel, we zijn niet blind toch? Kijk, we zijn een land in ontwikkeling. En een probleem waaraan we zijn blootgesteld is dat er geen adequate en afdoende controlemechanismen in place zijn. Waterdicht zou je het niet kunnen maken, maar men zegt, wanneer men weet dat er geen mechanisme is om bepaalde zaken te controleren, dat daar de advantage genomen wordt om zaken op die markt te gooien. Het is niet alleen een fenomeen in Suriname, maar het heel Caribisch gebied. Ja? In dat kader hebben we gemeend om aanstaande donderdag een seminar, een awareness seminar te organiseren om eigenlijk het aspect, ik wil niet zeggen het fenomeen, maar het aspect van namaakproducten zeg maar maatschappelijk discussieerbaar te maken, waarbij door discussie enzovoorts mogelijkerwijs gekomen kan worden tot welke stappen ondernomen moeten worden om dit fenomeen tot het minimum te beperken. Toch wel een zorgpunt ook voor het ministerie van Handel en Industrie, maar daar komen we straks op terug wanneer we met mevrouw Danielle Sunter hierover praten. Dat van de standaarden, er is een hele campagne geweest de afgelopen maanden. Suriname weet er voldoende over. Het heeft allemaal te maken met wat je als consument met name aan producten gepresenteerd krijgt. Maar het is ook belangrijk voor de nationale producenten om daar goed mee om te gaan. Sherman Homewood, die sprak een Surinaamse onderneemster die zelf spullen fabriceert. En laten we even luisteren wat zij maakt van zeg maar de standaarden die moeten gelden voor elk willekeurig product. Ik ben Sima Jimidar van Skin Glens. Wij zijn Skin Glens producent en degene die ook Skin Glens op de markt brengen. Wij hebben producten. Er wordt heel veel gesproken over etiketering en de normen en de waarden en standaarden in het land. Maar wij worden niet geïnformeerd, zoals men het zegt. Wat wij als producent weten, is wat wij uit de krantenberichten vandaan halen en uit de media. Maar standaard en iets van het ministerie of wat gehad te hebben, nee, dat hebben we niet. Officieel zijn er richtlijnen wat etiketering betreft, internationale richtlijnen. Aan de hand daarvan proberen wij te werken. En aan de hand daarvan hebben wij ons etiket ook aangepast. Op onze etiket, daar vind je alvast wat het product is, wat erin zit. Je vindt de gebruiksaanwijzing op een rustige, duidelijke manier. Dus niet echt de moeilijke woorden gebruiken, echt heel eenvoudig geschreven, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Je vindt de houdbaarheid. En je vindt de ingrediënten. En wat heel erg belangrijk is wat men dan vraagt, dat is voor de winkel, voor de handelaren, dat is een barcode. Dat hebben we nou ook. En voor de rest moet je product ook goed gezield zijn. Zodat niemand in de winkel in je product kan of iets anders erbij kan zetten. Want als dit kapot is, moet je hem dus niet kopen. Want dan weet jij niet of er iets anders is toegevoegd dan wat de producent zelf heeft afgegeven aan de winkel. We hebben geen normen en standaarden van de overheid gehad. De normen en standaarden die wij hebben, hebben wij online gezocht om internationale standaarden te hebben. Maar we hebben dat niet van de staat gehad. Ik vind het trouwens een heel mooie zeg maar sketch. Daar gaat het eigenlijk om. Maar algemeen is de bezorgdheid groot. Ja? De handel is vrij. Maar nog vinden wij op de schappen etiketten die eigenlijk niet toegankelijk zijn voor de potentiële koper. Ja? Een ondernemer die onderneemt
produceert een voorverpakt product en het is zeer toe te juichen dat in feite wat in het nationaal document uiteindelijk is vervat, dat zij dat op deze manier demonstreert. Wij zeggen, middels de standaard willen wij onze consumenten in Suriname beschermen. Het is een standaard, het is vrijwillig. Een standaard is per definitie een vrijwillig instrument waarin staat, ik doe iets op zo'n manier en ik kan het steeds weer op dezelfde manier doen. Evenwel heeft die overheid nog een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. En op basis van legitieme argumenten zegt die overheid, er is een nationale richtlijn wat betreft de etikettering van voorverpakte goederen. Neem ik dat document en ik refereer het in een wettelijke regeling, waardoor de standaard verandert in een technisch voorschrift. Wat meer betekent dat er ieder die te maken heeft, zij het import, zij het produceren, om op de markt te brengen van een voorverpakt goed, wat hierin staat aangegeven dat het minimaal is om een stukje veiligheid te waarborgen. U heeft gehoord wat de dame gewoon gezegd heeft, het is gesield. En als het gesield is, niet gesield is of de seal is afgebroken, niet kopen. Want zij demonstreert daardoor dat wat ze op het etiket heeft gezet betrouwbare informatie is, ja, en dat het niet, hoe noem men, het kan niet gecorrumpeerd worden. Oké, het is dus je mag op het woord afgaan van de verpakking. Ja. Heel belangrijk, ik heb er nog niet eens zo breed naar gekeken, maar het wordt hoe langer ook, hoe duidelijker voor Suriname. Misschien kan mevrouw Sumter ons toch even in het kort vertellen waarom het zo belangrijk is dat deze regels per midden augustus van kracht zullen zijn. Bedoelt u, hebt u het over de overbruggingsperiode? Nou goed, waarom het zo belangrijk is, is omdat het ministerie van Handel en Industrie al geruime tijd eigenlijk enige last ondervindt ervan dat er niet genoeg regeling is met betrekking tot de manier waarop dus eigenlijk er wordt omgegaan met producten die gepresenteerd worden aan de consument. Het ministerie is er bewust van dat zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En gezien haar partnerschap met het Bureau van Standaarden, heeft dus de minister is dan eigenlijk op basis van adviezen die aan hem zijn toegedragen, heeft hij gezegd dat dus eigenlijk het is tijd werd dat er op een hele effectieve manier gewerkt moet worden ernaar dat de consumenten en of de producenten op hun manier dat er enige ordening komt. En de manier waarop de ordening gaat komen is het feit dat wij dus eigenlijk op advies van het Bureau van Standaarden, hij wilde er naartoe werken, op advies van het Bureau van Standaarden hebben wij dus gevraagd dat wanneer hij dan zo'n standaard heeft gecreëerd, dat wij dat mogen verheffen tot een verplichte specificatie of een technisch voorschrift. Hoe gaat het in de praktijk werken? Ik ben importeur, er komen goederen naar Suriname. Moet de fabrikant het in orde maken? Stel voor je importeert pap uit Rusland. Ja. Het opschrift is in het Russisch en in het Engels. Moet de fabrikant ervoor zorgen dat het ook voor Suriname leesbaar wordt? Wat dat betreft heeft de minister hele mooie afspraken lopen met het Bureau van Standaarden. Het is daar alle tijden, nadat het ministerie dus eigenlijk hun werk heeft gedaan om het tot een technische specificatie, een technisch voorschrift daar eigenlijk te verheffen, ligt het dan nu op een bepaald moment eraan dat het ministerie van Handel en Industrie samen met het Bureau van Standaarden gaat werken daarnaartoe om de mensen als zodanig te informeren. Het kan er dan gewoon ook niet mooier. Het Bureau van Standaarden heeft al een heel mooi plan uitgezet en ze hebben dat ook aan de minister voorgedragen en daar kunnen we ons beiden in vinden. Dat betekent dat ieder begeleid gaat worden. Elke fabrikant, elke producent, elke importeur mag ten alle tijde contact opnemen met het Bureau van Standaarden
En u gaat volledig begeleid worden tot het eindpunt waarbij in augustus de overbruggingsperiode voorbij is. Als er bijvoorbeeld begeleiding nodig is ten aanzien van het creëren van uw etiket, dan zal het Bureau van Standaarden daar ook wel bij staan. Als het moet gebeuren dat u wil weten hoe de voorverpakking nou allemaal niet moet plaatsvinden, de manier waarop dat eigenlijk zou moeten verlopen, dan zal het Bureau van Standaarden ervoor zorgen dat ze die begeleiding geven aan die mensen. En we hebben genoeg ruimte gegeven aan de mensen om ervoor te zorgen dat als er etiketten geproduceerd zullen moeten worden, dat ze ruim genoeg de tijd hebben om, als ze het nou moeten drukken, als ze het nou moeten laten halen, je hebt dan ruimschoots genoeg de tijd om dat te doen. Met andere instanties zullen er ook wel afspraken gemaakt worden, hoe dat dan eigenlijk in de praktijk zou moeten werken. En dat, is dus, dat zijn enkele van de punten die wij dus eigenlijk hebben afgesproken met het Bureau van Standaarden. Nou goed, dankjewel voor deze uiteenzetting, mevrouw Sumter. We gaan er straks mee door, want ik ben benieuwd wat er gebeurt met producten die niet voldoen en met de ondernemers die zich niet aan de regels houden. Maar er komen ook vragen van de kijkers binnen. Dus gaan we even voor een klein moment naar de sms-tafel. Kijkers, dankjewel voor jullie vragen. De eerste vraag zal ik stellen aan de gasten hier aan tafel. Er is een vraag binnengekomen. Een kijker heeft gevraagd welke boeken die zou moeten lezen om zijn of haar ontwikkeling en kennis te vergroten. Ja. Nou, we hebben het er een beetje over gehad en we zijn het unaniem ermee eens dat eigenlijk any tekst die je leest, kan je daarmee helpen. En het hoeven dus niet hele ingewikkelde boeken te zijn, geen wetenschappelijke encyclopedieën, hoewel ik wel eens iemand heb gehoord die het woordenboek uit zijn hoofd heeft geleerd. Ja? Om goed Nederlands te kunnen spreken en lezen en schrijven, maar dat is niet nodig. Je kan gewoon beginnen met dingen die jij zelf leuk vindt. Als je liefdesromannetjes leuk vindt, dan begin je daarmee. En als je eenmaal in die leestraditie komt, dan ontwikkelt dat zich vanzelf wel verder. Oké. Als je denkt aan woordenschat, dan gaat het om meer woordjes leren kennen. En het kunnen simpele woordjes zijn. En die vind je dus ook in simpele boekjes. Dus je hoeft het echt niet ver te zoeken. Begin bij wat je leuk vindt, bij wat je aan kan. En dan ga je verder. Oké, hartelijk dank. De volgende twee vragen zijn voor de gasten van Steven en Bobby. Hebben standaarden wel zin in een land als Suriname, waar er weinig, laat me het goed lezen hoor, waar er weinig controle, waar er weinig naleving is op de, wacht even, ik lees het helemaal niet goed. Weinig controle, naleving van regels. Dus hebben standaarden wel zin in een land waar er weinig controle is op de naleving van regels? Zal er met deze wet dus echt worden gelet dat de regels worden nageleefd? En de tweede vraag, producten met een opschrift in het Chinees of Spaans, wie gaat die vertalen en wie gaat controleren of die vertaling juist is? Dat zijn de twee vragen voor de gasten van Bobby en Steven. Dankjewel, ja. Avra. We gaan er één keer door. Ja, nou, over de laatste vragen, die hebben we al daarnet gehad over het Russisch, hè. En ik denk, hebben standaarden wel zin in Suriname daar weinig controle is? Dat is die vraag eigenlijk voor jullie alle drie. Even beginnen bij u. Ik denk dat het zeker zin heeft. Kijk, de standaard is om die consument te beschermen. En het kan inderdaad zo zijn dat die overheid niet in staat is om maximaal te controleren, maar de consument zal ook een bijdrage daaraan moeten leveren, vooral in dit stadium.